Ja, het is de eerste vrijdag van de maand, februari, en het is nog een beetje koud. Ja. Dus ja, ik krijg een beetje een stoofgevoel erbij, Rien. Wat denk jij? Ja, nou, ik zou je wel vertellen. We gaan gewoon een lekker stoofje maken. Laten we het gewoon eens gaan doen. En we maken een runderschenkel. Hier, een runderschenkel stoofje. Ja, met bokbier. Met bokbier. Top, ik heb er zin in. De runderschenkel. Ja, ik ken hem, hè, van oma's soep natuurlijk ook. Ja, maar daar zijn toch enige veranderingen vandaag de dag in. Ja, precies. Vertel ons eens. Nou, de runderschenkel, een hartstikke mooi stukje vlees waar je dus gaat stoven. En dat gaan we ook zeker doen op een lekker bokbiertje. Dat sowieso. We gaan hem opbinden met een touwtje eromheen. En wat je dan krijgt, is dat je eigenlijk een rondje krijgt die je eigenlijk heel mooi kunt serveren. En tijdens het garen gaat het merg eruit of je kunt het erin laten zitten. En dan kun je het tijdens het eten gewoon lekker naar binnen proppen. Nou, dan gaan we even een touwtje eromheen doen. Moet ik helpen of gaat het net kort of niet? Nou, oh nee, perfect uitgekiend. Het gaat net uit. Ik trek hem iets aan en dan houdt Bastiaan zijn vingertje erbij. En dan ga ik hem even een slingertje geven en als het goed is zit hij dan zo meteen vast. En anders doen we het gewoon nog een keer. Ja, maar het knopen met die hand van mij, dat is eigenlijk een drama. Tip nummer 2, om te voorkomen dat hij dus krom trekt, gaat er dus gewoon een mooi lang prikketje erin. En daar is hij. Nou, mooi. En dit gaat dan nu zo op de barbecue? Eigenlijk gaan we nu zeg maar de kruiden erop doen. Mm-hmm. En dan gaat hij zo meteen op de barbecue en dan roken we hem even. En je hebt dat voor kruiden heb je? Dit is SPG en dat vertalen we in het Nederlands naar, of in het Engels naar salt, pepper en garlic. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat zout, is... peper en knoflook. En knoflook in één potje. Houthakkerinus. Houthakkerinus. We hakken eigenlijk de uiteinde eraf, dan past die beter in de Dutch oven. Oké. Okay. Hoppakee. Nou, dan gaan we dat mooie stukje vlees. Je wil wat rookhout erin hebben, hè? Ja, die heb ik hier al klaar liggen, Bas. Ja, ik zit even te kijken hoe ik dit kan opflippen. Ja, oh. Dat? Nee. Oh, kijk eens aan. Komt zo'n handdoek. Handschoen. Handschoen. Van deze kant. En... Oké, zo zit je ook. Kijk eens aan, dan gaan we wat mooie beukenchunkjes weer in. Die geven beuken. Een mooi rooksmaakje. Klepje dicht. En dan gaan we deze indirect ernaast leggen en dan geven we hem een rooktint. En we gaan niet naar kerntemperatuur kijken, we kijken eigenlijk alleen naar de kleur. Dat je die mooie mahonie-rode kleur op je vlees krijgt. Oh, dit ruikt wel lekker. En wat ik ook nog kan vertellen is dat we zeg maar na het roken de stokjes eruit halen. Want dat vind je natuurlijk niet lekker tijdens het eten. Nee. En dat trekt hij ook niet meer krom, want dan is hij eigenlijk al een beetje stug geworden. Mooie rookwalm erbij, dus dit gaat helemaal goed met het vlees. Kan er zo in, dat kan zo meteen in de Dutch oven. Daar zit al een basis in. Het stoofvocht, zeg maar het sausje waar het vlees in gaat. Rinus, hoe hebben we die gemaakt? We hebben eigenlijk 2 handjes ui genomen. Die hebben we lekker licht aangezet in een klontje roomboter. Daar heb ik bokbier bij toegevoegd. Laurier en wat kruidnagel. En een paar lekkere teentjes gerookte knoflook. Vervolgens heb ik daar Carolina mosterd bij gedaan. Wat een lekkere twist geeft. En eigenlijk een zure twist. En ik denk heel eerlijk gezegd dat we eigenlijk zover zijn dat Bastiaan het vlees al in de stoof mag leggen. Ah, ik had al gehoopt dat hij zou komen. Hoppakee, kijk hier zie je hoe mooi die kleur. Dat willen we. En dan hoppakee, erin. Daar kan het lekker door pruttelen en sudderen. Ja. En doen we dekseltje erop? Nou, handen. Kijk, wat je nu ziet is dat de merg ook een kleurtje heeft gekregen. Dus je krijgt een extra smaakje. En dan kun je dat gezamenlijk straks op je bordje opeten. Ah, super. Nou, ik denk dat die klaar is, of niet, Bastiaan? Het ziet er perfect uit. In dat mooie pannetje zo. Waar kan ik hem neerzetten? Zet hem lekker op de handdoek neer. Alsjeblieft. Kijk, dan is hij natuurlijk helemaal mooi gegaard. Je kunt de garing zelf bepalen hoeveel je hem hebben wil. Dat blijft een beetje persoonlijk. Ah, dit is een beetje warm, maar dan pakken we in ieder geval de runderschenkel even hier. Kijk eens aan. En dan vind ik het altijd lekker om het sausje, of de basis die we eigenlijk gebruikt hebben om te stoven, erbij te doen. Die leg ik dan meestal ernaast. Kijk, dan kun je lekker soppen. Ja, ouderwets soppen. Ouderwets soppen. Het mooiste wat er is, toch? Het mooiste wat er is. En als extra finishing touch. En ik hoop dat het lukt, jongens. Aan. En als je hem dan zo serveert, dan denk ik dat we eigenlijk best wel een hele grote koning zijn. Ja, toch? Kijk eens, een beetje die geuren erbij. Rinus, top. Een heel mooi gerechtje weer geworden. Ja. En ik denk zo voor die eerste vrijdag in februari, nou super, heerlijk.
Ja, fantastisch. En wat je ook gewoon lekker kunt, is eigenlijk gewoon, als je nou een vorkje pakt, dan pak je je merg eruit. En met die uitjes en de saus samen. En een beetje dat mooie verse brood. Ja, dat is echt een smaakbeleving, denk ik. Bokbiertje erbij. Oh ja, die hebben we erbij. En dan zijn we blij. Kijk, het bokbiertje. Ik zou zeggen, heel veel succes met het bereiden thuis. Zeker even doen, want je ziet het. Het is een heel mooi, leuk en lekker gerecht geworden. Rinus, natuurlijk weer bedankt voor dit mooie, inspirerende recept. En tot de volgende keer. Oh ja, je kan altijd even abonneren op het lokaal kanaal. Ja. Kanaal. Kanaal, belletje, dan krijg je weer een signaaltje. Dank, tot de volgende.